Dat gevoel heb ik bijvoorbeeld met Rijn Babel op dit moment. Die doet er alles aan om bij het EK te zijn. Dat vind ik zo mooi om te zien. Daar kan ik echt van genieten. Het Nederlands elftal is weer bij elkaar gekomen en bereidt zich voor op de wedstrijd van morgen tegen Spanje. Maar allereerst blikt de boer terug op zijn eerste weken als bondscoach. Mijn gevoel is hartstikke goed, dat heb ik al gezegd toen ik binnenkwam. Het voelt als een warm bad als ik hier binnenkom met al de veel oude bekenden die ik zie. En natuurlijk ook de spelersgroep die gewoon eenheid uitstraalt. Dus dat gaf me heel veel vertrouwen. Maar Wijnaldum heeft het bijvoorbeeld ook nog over dat we doorgaan op de ingeslagen weg van Koeman. Gisteren heeft hij dat nog gezegd. Het is nu toch gewoon lijn de boer? Het is nu gewoon de lijn de boer, ja. En wat dingen die zijn wat heel goed ging onder Koeman, ja, die zal ik gebruiken. En wat ik vind, vind ik wat er moet gebeuren. Zoals met 5 spelen tegen Italië, dan zullen we dat niet nalaten. Dus voor mij is het nu de boeken afgesloten en is het gewoon nu Frank de Boer 1.0. Oh. Door het coronavirus en het drukke schema ziet de bondscoach speler na speler afvallen. En daar maakt hij zich zorgen over. Met het uitvallen van Sillissen en Bijlo heeft Frank de Boer bijvoorbeeld een aantal opties minder voor onder de lat. Toch verklapt hij alvast wie er gaat keepen. Nee, Marco Bisot begint morgen. Tim Krul zal de andere 2 wedstrijden gaan starten normaal gesproken. En stel dat er wat gebeurt met Tim Krul, dan heeft hij in ieder geval zijn vuurdoop al gehad. Die gaat natuurlijk maar door en door tot en met eigenlijk het EK. En het is wachten dat er weer een blessure komt bij ons of bij iemand anders van een ander land eigenlijk. En je hebt nu al gezien, volgens mij zag ik een artikel ergens in de krant dat je 3 teams kon opstellen. Nou ja, dat betekent toch dat er iets aan de hand is in ieder geval. En dat we heel goed moeten kijken of we daar iets aan kunnen doen. En wij proberen zo goed mogelijk te monitoren en goed naar ze te luisteren. En dan uiteindelijk de doorslag te geven of ze speelklaar zijn of niet. Ja, kijk, iedereen weet dat het programma is altijd al druk, maar dit jaar is het nog wat drukker omdat alles een beetje in elkaar gepropt is door de coronasituatie natuurlijk. Dus ja, dat is wel, het is wel een dingetje, maar het is niet anders. Dus wij proberen ons gewoon zo goed mogelijk voor te bereiden en fit te blijven. Strootman is niet opgeroepen, maar de veel bekritiseerde Babel zit wel bij de selectie. De boer legt nog eens uit waarom. Als je het EK wil meemaken, dan moet je een bepaald niveau continu laten zien. En natuurlijk heb je sommige jongens die misschien daar net, maar de meeste die spelen wel bij een club. Maar ik denk dat die jongens zelf wel weten. Dat gevoel heb ik bijvoorbeeld met Rijn Babel op dit moment. Die doet er alles aan om bij het EK te zijn. Dat vind ik zo mooi om te zien. Daar kan ik echt van genieten. En ik ben ervan overtuigd dat hij een heel belangrijk aandeel kan hebben. Niet alleen misschien als speler in het team, maar ook gewoon in het buiten het veld voor de spelersgroep. Dat soort jongens, dat moet je hebben. Die de eager hebben. Ik moet en zal erbij zijn. Morgenavond speelt Nederland tegen Spanje. Aftrap is om 9:15.